Vintage 75 X75C. Een lichtgewicht ski van Atomic. En ja, ze hebben het er ook al opgeschreven, light woodcore en carbon mesh. Het zijn allemaal lichtgewicht materialen die zitten in die ski. Nou, dat heb ik ook gevoeld. En niet alleen dat hij licht is, maar hij skiet ook heel licht. Nou, ik ben met een bepaalde verwachting die ski gaan skiën. Ik had niet verwacht dat het een high-end lat zou zijn. Nou, dat heb ik ook goed ingeschat. Ik ben begonnen met rustig skiën. Een beetje rechtop, een beetje smerend, ronde bochtjes en een beetje tempo opgevoerd. Naarmate ik het tempo echt wel een beetje meer ging opvoeren, merkte ik dat hij wel zijn plafond bereikte. Maar dat is niet erg, want daar is hij ook niet bestemd voor. Om volle power voor een gevorderde skier. Dan moet je zijn sportievere broer hebben. Verder is die ski 75 onder die voet. Nou, dat is een hele mooie middenmoot breedte. Hij is wel een beetje breed, zodat hij in de slush en zachte sneeuwomstandigheden toch een beetje lift hebt. Maar niet zo breed dat hij weer heel weinig grip op zijn kant heeft. Verder, ja, je ziet de opstaande achterkant, dat maakt het smeren zo makkelijk. En ben je een beginnende skier, tot bovengemiddelde skier, en wil je een ski die eigenlijk de hele dag door zijn dingetje doet, dan heb je aan die Vintage 75 echt wel een goede ski.